Mensen vinden het... Hi! Hallo! Mensen vinden het gewoon heel vermakelijk. En weet je, stiekem doe je dan toch een beetje voorlichting erin. En ja, weten mensen toch hoe het is om met een geleidehond te werken. Wat ze wel mag, wat ze niet mag. Mijn naam is Joko. Maar soms foei of let op. En best vaak doet het geen normaal. Als geleidehond help ik dagelijks mijn slechtziende vrouwtje Annemieke over straat. Een serieuze taak waar ik best goed in ben, al zeg ik zelf. Af en toe rolt ze wel eens over een paaltje, maar ik geloof niet dat dat mijn schuld is. Als ik mijn pakje, vrouwtje noemt het ook wel tuig, maar dat klinkt zo cru, uit mag, dan is het feest. Kom maar vrij. En het is bij vrouwtje vaak feest. Zo is het begonnen. Ja, zo is het begonnen. Dit is de eerste post van Joko. Hoe kwam je erop? Nou, eigenlijk is Bumper mijn grote voorbeeld, de politiehond. Ja. Die schrijft ook verhaaltjes uit zichzelf. Ik dacht van, en ik zie Joko, die heeft echt humor. Die doet vaak zulke gekke dingen. En ik zie daar dan een heel verhaal bij. Dan denk ik, of dan springt ze per ongeluk op de bank. En dan zie ik dat ze het niet zo bedoelt. En dan heb ik daar gelijk een verhaal bij. Toen dacht ik, oh, dat ga ik ook doen. Ja. Zo is het ontstaan eigenlijk. En de Facebookpagina van Joko is een groot succes en heeft al 1500 volgers. Nee, ik krijg hele leuke reacties op Joko. Ja, op Joko's Facebook. Mensen vinden het heel grappig en ja, leuk om te lezen. En ja, ik heb eigenlijk nog helemaal geen negatieve dingen gehoord. Annemieke heeft ook geen enkele moeite om voor haar verhalen vanuit haar hond Jono te denken. Dan komen die verhalen gewoon in mijn hoofd op. Dan denk ik, oh, of zoals nu ook, dan zag ze een hond. En dan denk ze, oh, wat leuk, daar ga ik even op af. Weet je, wat wil ik mee spelen? Ja. Nou, dan ontstaat er zo'n heel verhaal in mijn hoofd. Of het nou echt waar is of niet, of hoe die mensen reageren, dat zie ik niet. Maar dat bedenk ik er dan bij, weet je wel. Ja. Zit. Goed zo. En blijf. Oké.